Vanochtend is in de Efteling bij Doren Roosje een oude granaat gevonden tijdens werkzaamheden. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft de granaat veilig weggehaald. De granaat werd gevonden tijdens groot onderhoud bij Doren Roosje. Het gebied rondom het sprookje werd tijdelijk afgezet, maar er was geen gevaar voor bezoekers. Alle gesloten locaties werden weer heropend en de EOD heeft de granaat buiten het park tot ontploffing gebracht.